Goedemiddag, wij staan hier met het fantastisch Fred Rompelberg Bicycle Team in Sint-Truiden. Waarom? Wel, dat is omdat wij eerst vandaag gezellig gaan tafelen met z'n allen en morgen doen we mee aan de Willy van Itse Kletsik voor het goede doel. Dag, Lotte en Wolfgang. Ah. En Otti. Ja, waarom zijn we hier? We maken morgen een schöne vaart, 115 kilometer, met die ganze groepen. Alle Leute van Fred Rompelberg. We hebben een schönes team. We essen, we trinken en we varen. En dat is het. Hallo, ik ben Wim. Ik ben 57 jaar en ik sta hier inderdaad in Sint-Truiden om morgen deel te nemen aan de toertocht van de Fred Rompelberg 268. Hallo, ik ben Robrecht. Dit is Carina. We zijn uitgenodigd bij Mark. We rijden morgen de Willy van Itse. Van Itse, volgens mij zeggen. Classic. Classic. We gaan zelfs goed tafelen samen met het team van Rompelbergen. Ik ben ready, onderdeel van de Rompelberg Club. En wij gaan ik ben Otti en we zijn hier bij Mark. Und den Rompelberg-Leuten, ich gehöre eigentlich nicht so richtig dazu, ich war ja eigentlich nur Gast, aber über Lothar mache ich dann doch mit. Und du fährst auch morgen mit? Ich fahre auch morgen mit. Das ist schön. Hi, ik ben Hans, we zijn hier vanmiddag te gast bij Mieke en Mark, als een soort reunie van Fred Rompelberg Cycle Team. En we maken hier een gezellige twee dagen vanavond eten, morgen lekker fietsen en we zien wel wat er verder gebeurt. Okay. Hallo, ik ben Wieke, ik ben de vrouw van Mark. Ja, ik ben Wolfgang Faber, freut mich, dass ich hier bin. En viele van de teamkollegen van Mallorca weer treffen kan. En ik hoop dat het wat Gutes te essen en morgen een schöne Radtour. Hallo, ik ben Lothar. Ik ben de Ehemann van Ortrud. We zijn heute früh naar België gekomen om hier met de Freunden van Fred Rompelberg Bicycle Team een geselliges Beisammensein te hebben en am morgen, am Sonntag, een schöne Tour te fahren. Ja, bis dan. Hallo, ik ben Johan. Ze zit daar ook begeleider bij Rompelberg en vandaag maken we een samenkomst met de begeleiders om eens lekker te eten en morgen een mooie toer te maken. Hopelijk valt het weer wat beter mee dan vandaag. Ik ben Felix, dat is mijn vrouw Karin. We zijn hier op uitnodiging van Mark omdat ik groepsleider was begin van het jaar. En hoop nogmaals mogen terugkomen als groepsleider. En we zijn hier nu bij Mark om morgen een toer te fietsen van 115 kilometer, hopelijk met veel plezier. Goedenavond allemaal, en mogen we eventjes in het gesprek komen. We gaan eventjes uitleggen wat een beetje praktisch gezien, wat we vandaag en morgen eigenlijk te verwachten hebben, of wat we graag zouden hebben, hoe het praktisch gaat verlopen. Hè? Wij gaan voor de meesten onder ons, wij gaan deze avond slapen in de dansschool. En ik had gedacht eigenlijk in het begin van, dacht ik, ja, dan gaan, lopen wij te voet en naartoe. Het is van wandelafstand is het eigenlijk niet ver. Dus dat op zich is eigenlijk geen probleem. Het probleem is inderdaad, als we ook nog een slaapzak en nog een net moeten meenemen, dan zijn we toch wat gepakt en gezakt. En hier een beetje verder is een opvangcentrum voor vreemdelingen. Dan gaan ze nog denken dat wij de verkeerde richting gaan. Wij daar moeten naartoe gaan in plaats van daar. Dus ik zou me voorstellen om zo dadelijk, voordat we gaan eten, om dus al het slaapgerief dat nodig is in een danszaal uit te pakken, uit een auto, en in één auto te plaatsen. En dan gaan wij dat even naar de dansschool brengen, al op voorhand voor deze avond. Dan moeten wij deze avond gewoon wandelen en zijn we vrij om daar naartoe te gaan zonder bagage. Je gaat gelijk zo'n dansschule en dan brauchen we je bagage. Ja, slaapzakken. Dat brengen we daarheen. Otti en Lotte hebben dat schon gemaakt. Dat is schon daar, denk ik. Ja, die zijn schon daar. En dan terugkom. Essen we hier? Nach dem Essen gibt es ein bisschen Trinken. Nach dem Trinken, so gegen 10, laufen wir. Laufen, nicht auf die Knien, dann laufen wir nach der Tanzschule. Da schlafen wir. Morgen früh, so gegen 6:30 ist aufstehen. Das ist früh, das ist sehr früh, ja. Und
Wir wollen hier sein, so gegen 8. Denn um 8 ist das Frühstück. Und morgen früh kommt Henk noch zum Frühstück. Jan de Bruin, Jetze, Ivan, Jules, Henk, Fred, en Tom en Tini zum Frühstück. Und nach dem Frühstück wird das offizielle. Ja. Ja. De officiële afdeling. Er komt een schepen, dat is in Nederland, ja, dat is op Duits Gemeinderat. Een art burgemeester, maar etwas Gemeinderat. Niedriger. Gemeinderat, ja. En der knift een window en dan gaan we met de bus af. Deze twee dames hebben zich vanmorgen een bult gewerkt in de keuken. En ik denk een hartelijk applaus. Deze twee mannen hebben voor de entourage. Ja, ja. Goed plan. Dan kunnen we het s'avonds al vertrekken. Ja. Wie geht's dir denn so? Jetzt noch. Jetzt noch gut. Und morgen richtig? Morgen machst du den Führenden. Fährst du immer vorne weg oder? Ja. Oder was? Vorne Spinninghalle oder? Spinning? Nein, gerne Spinning. Nein, machst du?